Ik ben hier met René Freitas, directeur, oprichter, founder van een bank. En de banknaam is? Knap. Ja, ik moet altijd bank en dan moet ik het omdraaien. Dat is bank andersom, omdat we het anders doen. En we zetten de K van klant voorop. Ja, oké, okay. Dan zeggen klanten, banken altijd gewoon van wij zetten de klant voorop. En, dat is, en waarom denk je dat jij dat wel doet en de anderen niet? Nou, ja, er is een verschil tussen zeggen en doen. Hè? En wij doen het echt. En ik kan je vertellen waarom. Als je kijkt naar hoe ons hele systeem werkt, hoe onze bank is ingericht. Wij zetten niet de producten en de regels centraal, maar wij zetten de klant zijn financiële situatie voorop. Dat geloven wij natuurlijk nooit als een directeur oprichter dat vertelt. Maar dat was in ieder geval jouw gedachte toen je het oprichtte. Laten we het anders vragen. Wat heb jij anders gedaan dan gewone banken in de dienstverlening naar mij toe? Nou, wij geven jou de mogelijkheid om jouw financiële situatie in kaart te brengen. Dus zowel de situatie per vandaag, maar ook de situatie zoals die in de toekomst zich gaat ontwikkelen, zeg maar. Je kan een financieel plan bij ons maken. En op basis van die informatie die in dat plan is opgenomen, ga ik jou voorzien van allerlei slimme alerts. Dat zeggen ook een heleboel mensen, maar laten we even kijken. Van eerst knap. Oké, okay, ik kan een bankrekening bij jullie openen. Natuurlijk. Ja? En daar is iets bijzonders aan? Nou ja, in die zin denk ik niet. Je krijgt een bankkaart erbij, je krijgt een calculator erbij. Het bijzondere is dat ik ga het even je vertellen, ik hoef gewoon niet met een mens in pak te praten. Ik kan gewoon naar online gaan en ik heb 5 minuten later een bankrekening. Nou ja, tuurlijk. We proberen alles gemak te maken. Dit is echt uniek. Ik heb net weer gewoon bij ABN AMRO een rekening moeten openen. Ik moest naar Maarsen afreizen om zeg maar een rekening te openen. Dus je kunt online, zonder identificatie, ik hoef alleen maar mijn identificatie van mijn dingen, dan krijg ik een rekening. Precies, je boekt er geld over tijdens het openingsproces, mails Ideal. En dan heb je binnen 2 minuten het geld van Ideal op je rekening staan. En ben je als goed is ook klaar. Ja, en ik hoef niet meer gewoon naar de bank om mijn kopiepaspoort op te sturen. Geen kopiepaspoort, geen handtekening, wel afgeleide identificatie. Dat vind ik nou al gewoon heel uniek. Het tweede, dan ga ik online, dan kom ik online en dan heb ik dus een rekening. Hoeveel rekeningen kan ik openen? Nou ja, onbeperkt aantal. Als jij graag 10 spaarrekeningen wil en zoveel beleggingsrekeningen, ga je gang. Het kan allemaal. En dat kost ook niks extra's. Hè? Nee. Ik moet wel veel meer voor jou betalen. Want bij ABN AMRO kost mij een bankrekening 20 of 30 euro per jaar. En bij jou betaal ik? Bij ons betaal je 180 euro. Maar er zit een groot verschil in. Ik zeg al... Ja, even. 180 euro. Maar je krijgt er... Wat krijg je ervoor terug? Het is veel meer dan een betaalrekening. Anders ga je appels met peren vergelijken. Bij ons krijg je ongelooflijk goede hulpmiddelen. Om jouw financiële situatie nogmaals als uitgangspunt te kunnen nemen van onze dienstverlening. Wij sturen je slim alert. Maar je stelt bij ons bijvoorbeeld nooit rood. En rood staan is heel duur. Hè? Dat kost je 12-15%. Als je bij ons... Je bedoelt, je kunt automatisch overboeken van mijn spaar naar... Exact, precies. Dan wordt automatisch geld overgeboekt van je spaarrekening. Sta je nooit rood, scheelt je geld. Nee, als ik net even mijn salaris net niet genoeg is, dan kan ik niet echt rood staan even bij jou. Nou ja, als je geen geld op je spaarrekening hebt staan, inderdaad, dan kan je niet echt rood staan. Maar onze doelgroep is ook niet de mensen die, zeg maar... Knap heeft als doel om klanten te hebben die al gewoon geld hebben. Ja, die wat vermogen hebben inderdaad. En dat kan... En dan is 180 euro ook helemaal niks. Ja, het is nog steeds veel geld. Alleen, ik weet zeker, je krijgt het minimaal ga je het terugverdienen omdat je gewoon slimmer met je geld omgaat. En dat is belangrijk. Ja. Nou, wat voor digitale hulpmiddelen heb je dan om mij slim te laten zijn? Nou ja, ik zal maar even noemen. Hè. Je bent altijd bekend met Juno. Je noemt altijd een Juno naar mij. We hebben natuurlijk een digitale kastboekje, zoals wij het zeggen. Waarbij ongeveer 70-80% van je transacties automatisch wordt gecategoriseerd. Ja, maar dan heb ik alleen voor mijn knaprekeningen. Kan ik mooi zien wat voor geld binnenkomt. Nee, natuurlijk niet. Ik weet gewoon, de meeste mensen hebben bij meer banken een rekening. Dus je kan bij ons ook de rekening van die andere banken ook importeren. Dus je hebt al die informatie. Dus ik krijg een mooie grafiekje waar ik precies kan zien wat ik uitgeef. En dat kan van ABN AMRO, ING of... Ja, absoluut. Geen enkel probleem. Dus dat is het eerste. En dan het tweede, en dat maakt het veel meer uniek, hè, want het kastboekje hebben alle banken wel. Het tweede is... Die hebben wel kastboeken, maar niet van andere banken. Oh nee? Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, bij ons kan dat wel. En bij ons krijg je dan je financieel dashboard met je financiële situatie per vandaag, inclusief je pensioengegevens, hè, want dat is juist waar de mensen veel onzekerheid over hebben. En vanuit dat dashboard kan je een prognose maken richting de toekomst. En dat is je financieel plan. En dan ga je echt inzicht krijgen in waar kan ik eventueel in de toekomst maar problemen krijgen in mijn financiële situatie. Of juist het gevoel krijgen van, hey, ik zit er goed bij, ik hoef me geen zorgen te maken, ik kan lekker leven. Kant op de iPhone? Tuurlijk kant op de iPhone. En onze applicatie? Android? Ook op Android. Niet op Windows. Misschien dat het nog een keer komt. Okay. En we hebben even achter de demo gezeten, dus mensen kunnen online kunnen het filmpje bekijken van hoe het nou werkelijk werkt. Zeker doen, want dat is ongelooflijk. Geeft je veel inzicht, denk ik. Ga proberen. Dankjewel. Dit was René Freitas van knap.nl. Dankjewel.